De volgende stap is het afhandelen van gebruikersinvoer en het omzetten naar een API-request. De view die werkt, die zien we hier voor ons. Daar kan alles ingevuld worden. En wat wij nu gaan doen is logica schrijven in de controller om de invoervelden uit te lezen, op te slaan in variabelen en via een repository door te sturen naar de netwerkmanager. En die gaat uiteindelijk een request doen naar de API-endpoint die we gemaakt hebben. Dus dat gaan we doen. Dit was de controller, hoe we hem achtergelaten hebben in de vorige video. En we gaan wat toevoegen. We gaan ten eerste gaan we een clicklistener toevoegen op de opslaanknop. En gaan we op de volgende manier doen. We hebben nu via this.createConsortView hebben we nu alle HTML specifiek voor deze view. En daar kunnen we middels de query selector specifieke elementen selecteren. Nou, ik wil punt of btn hebben, klasse button, wat dus die opslaanknop is. En daar ga ik een event listener toevoegen. Add event listener, klik. Dan de callback. Dat doen we op de nieuwe stijl. Dus haakje open, haakje sluiten, event die we meekrijgen. En dan de pijl en accolade openen en sluiten. Accolades heb ik eigenlijk niet nodig, want ik ga maar één regel code uitvoeren. En dat is dat ik ga een functie aanroepen uit deze class. En dat doe ik toch even op een nieuwe regel. En dat wordt this.saveConcert. Event ga ik doorgeven. En dan vervolgens ga ik de methode aanmaken. SaveConcert, weer private methode. Ik krijg dus event mee. En dan gaat hier nog iets niet goed. Voor mij de punt comma, ja zeker. En oké, dus in SaveConcert zouden we moeten kunnen loggen. Om te voorkomen dat het formulier gaat submitten en dat hij weer dus herlaat, zeg ik event.preventDefault. Zorg ervoor dat hij niet herlaat. Doe voor nu eerst dus console.log. Dit werkt. Dus altijd als je listeners maakt, maak je eerst gewoon een logje. Kijk even of de clicklistener überhaupt afgevuurd gaat worden. Create concert, opslaan en we krijgen netjes dit werk te zien. Dus onze listener werkt. Dan is de volgende stap alle gegevens uit het veld te verzamelen. Het zijn er dus drie. Dat is const name is this.createConsortView en weer die query selector, maar dan voor het ID van het naamveld en dat is input name. Of sorry, ja, input name voor de ID. Zeggen we ID input name punt value. Zo halen we de huidige waarde eruit. Hetzelfde kunnen we doen voor max tickets is this punt query selector. En dan pakken we input max tickets. Hij vult hem ook al aan. Ook punt value. En nou, dan ga ik deze dupliceren. Dat maakt het wat makkelijker. En dan zeg ik hier input date. En die noem ik date. Ook die ga ik weer even loggen. Kijken of ze allemaal werken. Dus name. Plus max tickets. Plus date. Kijken of het überhaupt doorkomt. Refreshen. Helaas gaat hij dan wel elke keer weer naar het welkomscherm toe. Maar dat is iets waar jullie dan misschien zelf naar kunnen kijken. Hoe je ervoor kan zorgen dat hij de state bijhoudt op welke pagina er is. Het zit even nog niet in het framework. Naam. Test. Tickets. 1000. Opslaan. Nou krijgen we test. 1000. En de datum. Dus dat lijkt goed te gaan. Zie je ook meteen dat de datum in het goede formaat is voor straks de MySQL database. Is niet de datumformaat zoals wij kennen, maar die ga ik voor nu niet te veel aandacht aan besteden. Dat is heel specifiek en daar zijn wel dingen voor te vinden. In ieder geval, we krijgen de waardes door. Nu zou ik het wel heel mooi vinden dat als ik niks invul, dat is ook onderdeel van de user story, dat ik netjes een berichtje krijg dat er iets niet klopt. Dus daar gaan we een klein beetje validatie nog voor schrijven.
Gaan we een beetje gaan we op een simpele manier doen. If name punt length is 0 of name punt length is meer dan 50. Het stond ook in de use story dat het niet meer dan 50 karakters mocht zijn. Dat is niet goed. Dan voor de max tickets of max tickets punt length is 0 en nog een check dat het een nummer moet zijn, maar ik denk dat dat wel goed gaat, want voor mij kunnen we niet eens, nee, we kunnen geen letters invullen hier, dus ik ga alleen checken of hij 0 is. Nou, als dat nou zo is, dan zeg ik this punt create concert view punt query selector error. En als we hier kijken, dan zien we dat we hier onderop al een divje hebben waar we eventueel een tekstje kwijt kunnen met validatieregels. Dan zeg ik punt in een HTML is naam moet. Een naam mag niet leeg zijn en of meer dan 50 karakters bevatten. Max tickets moet een geldig nummer bevatten. Mooi zou zijn als je dat allemaal netjes onder elkaar zet, maar vanaf hier is het heel eenvoudig uit te breiden door jullie eventueel. Else, dan wil ik eigenlijk dat deze eventjes in een variabele komt. Die punt error, dat we die niet opnieuw hoeven te queryen in de DOM. Dus daar maak ik van error box. Ga ik er van const van maken, want voor nu hoeven we hem nog niet te veranderen. Je mag best variabele standaard const maken als je ze nog niet hoeft te veranderen. Dan zie ik dat ik een klein spelfoutje heb gemaakt. Error box. Error box. En hier zeggen we dus error box. Punt in HTML is leeg. Oké, dan gaan we even testen. Oké, dus als ik niks invul, geeft hij foutmelding. Als ik hier nu test invul, geeft hij ook nog steeds een foutmelding voor de lege tickets. Als ik hier dan wat invul, zou hij weg moeten gaan. Mooi, dat gaat goed. Als ik hier heel vaak test neerzet, dan zou het meer dan 50 moeten worden. Ja, dat gaat ook goed. En de datum is van zichzelf al op vandaag ingevuld en die kun je eigenlijk niet leegmaken. Dus daar wil ik niet te veel validatie verder van schrijven. Dus basisvalidatie, werkend. Als nu wel dus alles is ingevuld, zou het dus weg moeten gaan. Doen we nog weer een mooi beentje. Even kijken hoor. Hoppakee. Mooi, oké. Okay. Dus dat gaat goed. En we krijgen hier ook de waardes te zien. Dan is nu de volgende stap om een request te maken naar de API. En dat doen we via de repository layer. Deze ga ik even plaatsen naar de else. Dus als we gevalideerd zijn. Oké, dus we hebben een repository nodig. Ik ga een attribuut maken. Concerts repository. Die ga ik in de constructor vullen. Concerts repository is nieuw. Concerts repository. Nou, die moeten we nog gaan aanmaken. Dat gaan we ook doen. Dus ik ga naar het mapje repositories. Nieuw. JavaScript file. Concerts repository. Wat je ziet is dat ik voor nu alleen de classes bovenaan documenteer. De officieel moet ook alle methodes netjes van JSDoc worden voorzien. Maar dat wil ik niet allemaal in de video's te doen om ook de lengte een beetje te beperken. Repository for entity concerts. Also interact with network manager. Oké. Okay. Maken we weer een export. Class, want we weten dat we hem straks nodig hebben in de controller. Consoles repository. Mooi. Hij krijgt een attribuut network manager, die hebben we namelijk zo nodig. En hij krijgt een attribuut route, dat is de route waar hij naartoe een request moet gaan maken. Die hebben we dus in die eerdere video's gemaakt. Constructor. Zeggen we in de constructor dat de route is /concert. De network manager
Nou, Network Manager wordt nieuw. Network Manager. Die zit dus al in het framework en die helpt ons bij het maken van een request. Wordt ook automatisch geïmporteerd nu. .js erachter. Dan maken we een methode in die repository, wat eigenlijk een laag is die al je data bevat en het doorgeefluik naar de Network Manager, heb je allerlei CRUD-methodes. En de methode die wij maken is createConcert. Mag private zijn. Hebben we verder. Oh nee, mag niet private zijn, want die hebben we straks buitenaf nodig. En die gaat het volgende doen. Die gaat zeggen this.networkmanager do request. Dan geven we de route aan mee. Route type. Nou, dat is post. We hebben een post API endpoint en de data. En dat zijn key value pairs van de data die we mee gaan geven. Dat is de name. Nou, daar gaan we meegeven wat we aan deze methode meegeven. Dus name, max tickets en date. Key name krijgt name. Key max tickets. En die gaat met een underscore, omdat we namelijk in de backend gezegd hebben. Gaan we naar de concert route. Omdat we in de backend gezegd hebben dat we max tickets op deze manier uit de body gaan lezen. Dus die moet met een underscore. Max tickets key value is wat we meekrijgen in de methode. En als laatste date. Dus hier geef je alle key value pairs mee die je in het request wil meesturen in dus de body. En de network manager zorgt ervoor dat het in de body belandt. En ja, dat is dus het request. Dan is nu de volgende stap om in de concert controller, waar we dus die nieuwe repository hebben geïnstantieerd en waar nog niet hebben geïmporteerd. .js. Dat is nu de volgende stap om te zeggen in die save concert, als het dus gevalideerd is, this.concertRepository.doRequest. Gaat niet helemaal goed. .createConcert is het natuurlijk. Kunnen we de name meegeven, de max tickets meegeven en de date, wat dus de waarden zijn uit de invoervelden. En in principe zou die nu het request moeten maken naar de backend. Gaan we refreshen. .createConcert. .testConcert. 5000. Opslaan. En dan zie je, doing post request to localhost slash concert, send JSON, testconcert, max ticket 5000 en een datum. Dus het lijkt goed te zijn gegaan. We zien niks verschijnen in de console qua reactie, omdat we dat nog niet loggen wat we terugkrijgen. Wel kunnen we nu in de network manager kijken wat voor reactie we terugkrijgen. Of in de network tab. En dan zie je, de request concert, localhost 3000 slash concert, krijgen we ID 9 terug, net als we dat in Postman getest hebben. Dat betekent dat die werkt. In de volgende video, de laatste video, gaan we kijken naar hoe we deze reactie nu in de view gaan afhandelen en de puntjes op de i zetten. En dan is de serie voorbij en de voorbeeldfunctionaliteit compleet. Dus dat gaat gebeuren in de volgende video.